ga er vandoor. Nou, goeiedag mensen. We zijn hier vandaag bij het vaccinatiecentrum van de GGD. We gaan vandaag ook aan de mensen op straat. Sorry! Hey. We gaan vandaag ook aan de mensen op straat vragen wat ze van het vaccinatie vinden. En het vaccineren op zich. Dus ik zou zeggen, ik neem jullie mee. Ik krijg mijn eerste prik. Dus ik ben benieuwd mensen. Blijf kijken. Yes, mensen, we worden hier tegengehouden. Met de camera. We mogen helaas binnen niet filmen wegens privacy redenen. Ja, het is niet anders. Maar ik ga hem wel echt nemen. Ik ga het gewoon proberen nog op te nemen. Maar ja, helaas Arjan, de cameraman, jij moet hier blijven. A few moments later. Au! Nee, gelukkig niet. Yes mensen, het zit er weer op. Zieke space spuit. Maar ja, we zijn gewoon nog levend. Keel, dit werkt niet toch? Nee jongen. Nee hoor. Vanavond. Nee jongen, hij blijft niet hangen jongen. Hier. Nee jongen, ik voel wel allemaal nanochips, maar ja, dat is iets, ja. Voel je je nu iets beter verbonden met Bill Gates of Elon Musk? Ik voel mij helemaal geherprogrammeerd worden, dus Zo, dat zijn die bijwerkingen, maat. Zo. Goeiedag dames en heren, het is Jordy hier, it's your boy Jordy Baby. We zijn vandaag in Eindhoven. We gaan weer de straat op, seizoen 2, 2.0. Jordy gaat er vandoor, ik neem jullie mee. Ze kent de status. Kom maar op. Ja. Als je moest kiezen, of corona, of te maken krijgen met de processierups. Ja, corona denk ik. Nee, processierups. Processierups, corona. Nou, er kan één bij de teller. Ja, denkt u processierups? Ja? Ja? Denkt nee. U dat het moet? Ja. Ik wil meer processierups. Nee, alsjeblieft. Nee, ik daarvoor wel. Ik word ook bezig met. Ja? Denk je? Ja, dat denk ik wel, ja. 19 dagjes, even quarantaine, een beetje chillen. En anders met processierups, helemaal jeuken. Daar word je helemaal gek van. Daar word je gek van, hè? Ja, klik alsof jij hier te maken mee hebt gehad. Ja, ooit wel, ja, maar dat is echt helemaal niks. Dus. Nee, dat is niks? Nee, dat is niks. Nee. Wat voelde je precies? Ja, jeuk. En hoe meer je krap ergens wordt, hè. Dus, oh, jeuk. Dat is wat. Ja, dat is zeker wel, ja. Zo. Corona. Ja, dan doe maar processierups. Ja, waarom? Ja, ik zou het niet weten. Jij denkt ook aan corona. Ja, hoor, geef maar corona dan. Geef maar toch corona. We gaan voor COVID-19, mensen. Daar kunnen weer twee schepjes bij. Ja, corona. Corona? Processierups. Waarom? Ja, dan krijg je toch alleen bultjes en jeuk. Ja, maar dat is niet te onderschatten. Ja. Moet je gewoon oppassen voor eikenbomen. Ja, gewoon oppassen voor eikenbomen. Juist. Ik heb vandaag mijn eerste vaccinatiespuit gekregen. Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ik vind alles prima. Ik zie, gaat ook? Ik zie het gevaar er niet van in, dus ik vind het allemaal goed. Hoe sta jij er tegenover? Ja, ik denk dat iedereen zelf moet beslissen of hij dat wil, ja of nee. Ga jij hem nemen? Ja, zeker weten. En wat heb je het meeste gemist in de coronatijd? Ja, het zuipen natuurlijk op het terras. Het zuipen op het terras. Nou, dat kan gelukkig weer. En wie heb je vandaag bij? Dit is een collega van mij. We zijn dat is een collega. Waar werken jullie samen? SK People. En dat is, als ik vragen mag? Salesbureau, door-to-door voor goede doelen. Oh, dat is leuk. Dus jullie vallen ook mensen lastig op straat? Ja, zeker weten. Altijd. Net als mij? Ja, precies. Ja, kijk, ik heb vandaag mijn eerste vaccinspuit gehad. Ja. Wat vinden jullie van? Gaan jullie ook eentje nemen als het de tijd daar is? Ja, ik ga heel even wachten tot even kijken wat er gebeurt. Wat zou er moeten gebeuren? Ja, in principe zou je dan tegen corona moeten zijn ingeënt, hè? Dat je het niet meer krijgt. Ja, maar daar is die spuit dus voor. Ja, dat weet ik. De vraag van vandaag is, ik heb vandaag mijn eerste vaccinspuit gehad. Gaan jullie ook? Als ik een brief krijg, wel.
ik weet nog niet. Waarom niet? Nou, ligt eraan. Ligt aan wat? Ja, ligt aan. Als er nou festivals open gaan en zo en ik moet per se dan wil ik... Ja, wat voor festivals? Ja, gewoon van alles. Ja, seksfestivals? Nee, natuurlijk niet, hoor. Oh. Ja, dat weet ik niet. Wat doen jullie precies? Ja, de naam zegt het al. Free City Info, dus we... Voor visitors, ja, bezoekers aan de stad. Toeristen. Toeristen, en die zijn weer terug. Ja, en waarvoor kunnen ze bij jullie terecht? Wij hebben iemand geholpen die op zoek was naar... Nee, dit is bloedserieus. Wie hebben we bij de microfoon staan? Edwin Jansen. Edwin Jansen. Ja, juist. Waar is de voor? Wat is waarvoor? Dit. Dit is voor mijn YouTube-kanaal. Oké, nice. Oké, goedendag. Wie hebben we bij de microfoon staan? Edwin, goedemiddag. Edwin Jansen toevallig? Ja, toevallig wel. Ja, nou. Ik heb al kort gebeld. Oh. Nou, dat maakt de cirkel weer rond. Wat een Is dit